Zo. Ja, dat waren mooie woorden. Ik ben er stil van. Harry Lafrijze voor weer een wereldtitel. Ongelooflijk. Drie keer gaan. Lieve Harry, ik wil je graag vertellen hoe trots ik op je ben. 6 keer wereldkampioen. Dat heeft geen enkele Nederlandse baanrenner voor elkaar gekregen. En dan te bedenken dat je nog niet eens zo lang geleden voor baanrennen hebt gekozen. Jij leeft ervoor om een paar honderdste van een seconde sneller te zijn op de baan. Dag in dag uit keihard werken met de andere jongens van het team en met jouw coach Hugo Haak om kleine stapjes vooruit te blijven zetten terwijl het al zo goed gaat. Jouw enthousiasme vind ik geweldig. Voel je dan ook niet bezwaard als je soms weinig bij me kunt zijn. Het geeft niet dat je voor een belangrijke wedstrijd niet altijd heel gezellig bent. Het is niet erg dat ik soms in mijn eentje naar feestjes moet. Geen probleem dat jij soms op de bank ligt omdat je moet rusten terwijl ik op familiebezoek ga. Dat snap ik allemaal. Ik vind dat het ook allemaal waard als ik zie dat je weer beter bent geworden en hoe gelukkig je daarvan wordt. Het is mooi om te zien hoe je bent veranderd in een sporter die precies weet wat goed voor hem is. Die steeds meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Na een gouden medaille op het WK gaat meteen de knop weer om. Je wil meer, je wil nog beter. De grenzen nog wat verder verleggen, op weg naar het hoogst haalbare. Dat is topsporters eigen natuurlijk, maar geniet er ook maar eens van. Want dat verdien je. Dikke kus, Noor. Dat waren mooie woorden. Ja, ik ben er stil van. Ik zou graag echt iedereen van harte willen bedanken voor alle steun en alles wat jullie voor mij gedaan hebben.